Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer meekomen luisteren naar een nieuw verhaal. Ik heb vandaag een boek uitgekozen en dat heet Het Badmonster. Op de voorkant zie je een heel groot monster staan, zie je, zwart, met gele tanden en hele grote ogen. En op de achterkant van het boek staat: Badmonsters zijn gek op vies badwater. Maar er is nog iets waar ze van smullen. Dit verhaal vertelt waarvan. Lees het, luister, als je durft. Kijk, dat ziet er zo uit. Nou, durf jij te luisteren? Vraag jij je wel eens af waar al het vieze badwater blijft? Kijk, als jij in bad hebt gezeten, dan gaat het badwater, dat loopt weg. Als je de stop eruit haalt, dat zwarte dingetje, als je dat uit het putje haalt, dan loopt het badwater weg. Maar waar blijft het dan? Nou, Milan vond het niet erg als hij vies werd. Hij speelde graag buiten samen met zijn vriendje Lucas. Kijk, daar zie je Milan. Nou, je ziet wel dat hij het niet erg vindt om vies te worden. Milan is echt wel vies. En kijk, zo zie je waar dat door komt. Hij is met Lucas aan het spelen. En ze spelen in de modder. Wat zouden ze nog meer allemaal doen? Ze klimmen in bomen. Zie je die jongens zitten? En ze rollen van een heuvel af. Oh, die manier. En dat hondje moet er gewoon hard rennen. Want anders worden ze door Milan en Lucas ondersteboven gerold. En ze gaan voetballen. Zelfs de bal is helemaal zwart geworden. Je kan hem haast niet zien. En elke avond zei zijn moeder dan: kijk jou nou gauw in bad of het badmonster komt je halen. Ja, dat vind ik niet zo gek hoor, dat moeder zei dat ze gauw in bad moeten. Kijk nou toch, allebei die jongens zijn hartstikke zwart. Ja, als je vies bent, moet je in bad, dan moet je jezelf schoonmaken. Wat vertel je nou? Ken je het verhaal van het badmonster die zo gek is op vies badwater niet? Je weet wel, het water dat gorgelend wegstroomt in het afvoerputje. Maar dat is het badmonster die het vieze badwater opzuigt met een rietje. Kijk, daar zie je hem. Gaat het bad is hierboven. Dan gaat het zo door het afvoerputje naar beneden. En daar zit het badmonster en die zuigt het water in een rietje op. Elke avond ging Milan gauw in bad. Want anders kwam het badmonster hem misschien wel halen. Maar toen Milan wat ouder werd, vroeg hij zich af: bestaat het badmonster eigenlijk wel? Daar zit hij lekker in bad. Ja, mama had gezegd, als hij niet in bad ging, dan kwam het badmonster hem halen. Als hij ouder wordt en groter wordt, dan denkt hij: bestaat het badmonster eigenlijk wel? Is het wel waar wat mama zegt? Op een dag voetbalde hij met Lucas. Hij dook naar de bal, landde in een grote modderpoel. Even later klommen de vriendjes in een boom. Milan viel eruit en landde in een nog grotere modderpoel. Ze gingen op zoek naar de hoogste heuvel, rolden naar beneden en landden in de grootste, modderigste poel ooit. Kijk eens, daar gaan ze hoor. Overal modder. In de boom zitten ze daar en daar belanden ze in de grootste modderpoel ooit. Nou zijn die jongens echt vies. Toen Milan thuis kwam, zei zijn moeder: kijk jou nou, gauw in bad of het badmonster komt je halen. Kijk, daar staat Milan. Wow, die is vies. Maar Milan die zegt: nee, ik geloof niet meer in badmonsters. Milan wil niet meer in bad. Maar het badmonster
geloofde nog wel in Milan. Die avond wachtte hij onder het bad op zijn portie vies badwater. Hij wachtte en wachtte en wachtte en wachtte. Maar Milan ging niet in bad. Oeh, bah. Kijk, daar ligt hij onder het bad. Zie je dat? Daar is bad. Het badmonster ligt eronder. Maar kijk eens naar Milan. Helemaal zwart. Maar hij wil niet in bad. Tja, als het badmonster geen vies badwater krijgt, moet hij toch iets anders eten. En iedereen weet dat badmonsters gek zijn op vies badwater. Maar weinig mensen weten dat ze eigenlijk het allerliefste eten. En er staat er boven Milan mij. Zou het badmonster Milan willen eten? Die avond kwam Milan daarachter. Oh, kijk nou eens. Milan is weg. Kijk, even terug naar deze bladzijde. Want hebben jullie gezien dat daar een brief ligt? Kijk, mama komt kijken bij het bed en Milan is weg. Maar daar ligt daar een brief. Lieve mama, maak je geen zorgen. Ik ben met het badmonster mee. Ik ben mee moddertaartjes bakken. Liefs Milan, zie andere kant. Kijk, dat is de brief. Zie je dat? En de z op z, zie ommezijde. Dat betekent dat je naar de andere kant van het blaadje moet kijken. Daar staat een recept. En daar staat een recept. Mam, wil je voor mij ook zo'n lekkere moddertaart bakken? Het recept kreeg ik van het badmonster. Het badmonster heeft niet Milan opgegeten. Het badmonster is ook gek op... Weet je dit nog? Juist, op moddertaartjes. En Milan is mee om moddertaartjes te bakken. En op de brief staat aan de ene kant dat mama niet bezorgd hoeft te zijn... En aan de andere kant staat het recept. Want dan kan mama voor Milan ook zo'n lekkere moddertaart bakken. Hé, hey, weten jullie nog dat ik voorlas aan het begin van het boek? Badmonsters zijn gek op vies badwater. Maar er is nog iets waar ze van smullen. Weten jullie nog waar die nou nog meer zo gek op was? Juist, moddertaartjes. Het badmonster vindt vies badwater lekker, maar ook moddertaartjes. Doeg, tot de volgende keer!